En dan nu in ons programma Regio Flits, het korte nieuws. Voetbaltrainer Hanky Leijatemia wordt toch niet de nieuwe trainer van Tiole. Leijatemia, eerder dit seizoen verbonden aan EKTBC, moet nu op zoek naar een nieuwe werkgever. De vijfde Roel Boerma Trimloop heeft met 302 deelnemers €1.675 opgeleverd. Na afloop van de trimloop werd tevens het totaalbedrag bekendgemaakt van de jaarlijkse lampjesactie van Vrienden van het Ziekenhuis Rivierenland. Deze actie bracht maar liefst €75.000 op. Op zaterdag 8 april vindt bij Scouting Phoenix tussen 11 en 3 uur 's middags een open dag plaats. Op het terrein aan de Hennep in Tiel wordt uitleg gegeven over de activiteiten van de vereniging. Zondag 9 april vindt op sportcomplex de Abdijhof in Liende de Betuwse derby FC Liende TSC plaats. De wedstrijd begint om 14:30, waarbij voor aanvang van de wedstrijd, altijd gezellig, Frans Duis een optreden komt verzorgen. 13 april vindt de presentatieavond van het Fruitcorso plaats in de Agnietoven Tiel. De plannen van het corso van dit jaar worden ontvouwd en tevens vindt de presentatie plaats van de ontwerpen van de wagens. Belangstellenden zijn vanaf 19:30 welkom in Theater Agnietenhof te Tiel. Op woensdag 29 maart 2017 heeft Gert-Jan van Inge, binnenstadmanager van Tiel, het Fairtrade-bord bij een van de invalswegen van Tiel onthuld. Deze borden zijn nu te vinden onder de plaatsnaamborden bij de belangrijkste invalswegen van Tiel. In een Fairtrade-gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor een eerlijke internationale handel en duurzame productie. Op donderdag 13 april presenteren ruim 60 regionale werkgevers zich aan mensen die op zoek zijn naar werk tijdens het talentevent Rivierenland. Dit is een gezamenlijk initiatief van onder andere het ROC, Werkzaak Rivierenland en het UWV. Het evenement staat open voor iedereen die werk zoekt in de regio of op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Kijk voor meer info op talenteventrivierenland.nl. Tot zover de Regio Flits. Wilt u meer nieuws uit de regio? Volg ons dan op Twitter, Facebook of bekijk ons YouTube-kanaal. Mijn naam is Gijs Peters. Graag tot de volgende keer.